Van een kleine krantendrukkerij tot een groot bedrijf waar enorme hoeveelheden verpakkingen voor levensmiddelen worden gemaakt en bedrukt. Akket, drukkerij en kartonnage bestaat 130 jaar en dat wordt zaterdag gevierd met een open dag. Vijf generaties van de familie Akket hebben inmiddels aan het hoofd gestaan van het bedrijf. En dat is toch wel erg bijzonder. Ik denk dat het inderdaad vrij zeldzaam is. We zijn het oudste industriële bedrijf in ieder geval in Os. En inderdaad ook nog in familiehanden. De vijfde generatie is eraan het komen. En ja, ik denk dat het best wel uniek is. En zeker vijf generaties natuurlijk in de familie. Zeldzaamheid. Tom Akket, de zoon van Vic, is de vijfde generatie van de familie die het bedrijf gaat leiden. Het was voor hem niet vanzelfsprekend om zijn vader op te volgen. Maar uiteindelijk is het toch zo gelopen. En ziet hij ook het bijzondere ervan in. Ja, nou, het voelt wel als bijzonder. Hè? Als de opa van je opa het bedrijf ooit lang geleden heeft opgericht. Nou ja, en als je zo in het museum rondkijkt wat er allemaal aan geschiedenis al ligt. Ja, dan voelt dat wel als speciaal. Maar ja, je moet er ook weer niet op... Op blijven staren en ook gewoon op de toekomst gericht blijven, wat mij betreft. En ja, wat mij betreft hebben we ook een heel mooi, staat er ook een heel mooi bedrijf. Met veel kennis en kunde van de mensen hier. Dus dat geeft ook wel wat vertrouwen voor de toekomst. Het bedrijf is in 130 jaar tijd enorm gegroeid. Dat is ook goed te zien in al het historisch materiaal dat bewaard is gebleven. En ook de komende jaren zal Akket zich verder moeten ontwikkelen. Ja, dat zal wel moeten, want de concurrentie die is er ook. Dus het is ook geen gemakkelijke markt, zo zie ik het zeker niet. De uitdaging is er wel en die kennen we. In ieder geval de afgelopen 2 jaar dat ik meer en meer vaste voeten aan de grond heb hier binnen het bedrijf, wel ervaren dat we de uitdaging kennen en die ook aankunnen. Dus er zal nog wel een hoop moeten veranderen, ook de komende jaren. Maar daar gaan we voor en daar heb ik echt wel veel vertrouwen in. Ja. Met de nieuwste generatie Akket inmiddels druk aan de slag in het bedrijf, is het voor Vic tijd om een stapje terug te gaan doen. Ja, uiteindelijk zal er wel moeten. Je kunt elkaar natuurlijk niet voor de voeten gaan lopen. En we zijn inderdaad begonnen met het schuiven. Dus ik treed langzaam op de achtergrond. En Tom die zal steeds meer dingen moeten gaan regelen. Ik heb gezegd tegen hem, van ik ga de leuke dingen doen en dan mag jij gaan werken. Dus zo gaat het eigenlijk. Ja. De officiële 130ste verjaardag van het bedrijf is komende dinsdag 14 januari. Maar het feest wordt komende zaterdag dus al gevierd met een grote open dag voor medewerkers, familie, vrienden en kennissen.